De vliegtijd naar Malaga vandaag 2 uur en 34 minuten. 2 uur en 34 minuten. Op een vlieghoogte van 37.000 voet, oftewel 11.500 meter. 11.500 meter. Het weer in Malaga is mooi, dat is mooi weer en een temperatuur van ongeveer 25 graden. Zonder de Torremolinos zou de Costa del Sol niet denkbaar zijn. Nog steeds Europa's vakantieplaats nummer 1. Het centrum van de mooiste kust van Spanje. En daar staat er iets over dat je er kunt zwemmen en zo en tennissen. En dan Torremolinos zelf is eigenlijk een plaatsje dat bestaat uit een drugscentrum. Ik denk dat de Torremolinos zo'n beetje de naam is wat betreft... De Spaanse kust zeker, hè? Spaanse badplaats, denk ik, hè? Want ik en Benidorm ook. Want ik heb zo een beetje aan elke costa gezeten, vanaf de Brava tot Dassol, Dorada, Blanca, weet ik veel wat allemaal. En dat trekt het meeste. Ik denk dat het zo'n beetje, ja, het is, ik vrees ook dat het de eerste plaats geweest is waar dat het begonnen is, denk ik, hè? Het hotel moet er zo uitzien alsof het heel groot en machtig, majestueus en luxe is. Kortom, je moet er iets van maken. Als het niks is, dan moet het op het plaatje toch nog iets zijn. Dat betekent, als je bijvoorbeeld een groot hotel moet fotograferen en je doet dat met een standaard lensje, dan krijg je daar een paar verdiepingjes op en ziet er dan misschien een beetje agnebisch uit omdat je het van heel dichtbij hebt geschoten. Ga je daarentegen met een groothoeklens aan het werk, een 28 mm of iets dergelijks, dat betekent dat je dat hotel veel groter erop krijgt, misschien zelfs wel helemaal. Dat betekent ook dat de afstanden in je foto die gaan vertekenen. Dan wordt een grasveldje van 10 meter opeens een grasveldje van 25 meter. Nou, dat zijn dus allemaal dingetjes die meehelpen om zo'n foto voor het publiek die een gids krijgt, kijkt, veel aantrekkelijker te maken. Je kunt op die manier de werkelijkheid aardig verbloemen of aardig beter maken als dat er is. Koffie en churros drinken, dan gaat u op de ezel naar de boerderij. Als u daar aankomt, heeft u vrije tijd, kunt u een beetje gaan wandelen. Er is een zwembad waar u kan gaan zwemmen. Ongeveer tussen 1 en 2 is de lunch. Na de lunch vertrekt de eerste groep en dan blijven wij nog om een beetje te dansen. Wedstrijd te maken met de prijzen bij. En wij zijn ongeveer op 4 uur. Als je eenmaal op de ezel zit, dan wil je natuurlijk dat de ezel naar voren loopt. En dan moet je arre arre burro zeggen. 1, 2, 3. Arre arre burro. Ietsje harder. Meer animo. 1, 2, 3. Prima. Prima. Zo, 1, 2, 3. Arre, arre, burro. We gaan nu een leuke wedstrijd maken. Ook voor de mensen die in het zwembad zijn. Komt u alstublieft hier naartoe. We gaan iets leuks maken. Zo, dat noemen wij de bezemdans. He, iedereen moet meedoen, want degenen die dat niet doen, die moeten te voet terug naar Torremolinos. Met de ezel op hun rug, ja. De sfeer er toch wel weer in kwam, hoor. Ja. Toen eenmaal een dansen waren. Ja. Ja, maar het ligt ook vaak aan wat voor groep je hebt, hè? Ik heb het idee dat de groep niet zo enthousiast was. Ja, dat ken ik, ik weet het niet. Ik denk het. Het is heel verschillend, want toen ik die tocht gemaakt heb naar Granada, hadden we ja, natuurlijk een andere groep mensen, maar ja, er waren ook veel meer jonge lui bij en het was echt lol onder elkaar, ja. Hè?
Zaterdag aangekomen, zondagavond heb ik hier opgetreden, maandagavond ben ik in Venezuela geweest, dinsdagavond ben ik op Mallorca geweest, want deze reizen zijn aangeboden aan alle Nederlandse artiesten en je krijgt namelijk een gratis reis voor twee personen en je doet een optreden en het is geweldig geregeld. We gaan ervan uit dat de gasten dus de keuze hebben in een aantal mogelijkheden. Er is voor iedereen wat wils. De ene avond, zoals je misschien gisteren hebt gezien, was er een paardenrace. Hè, een soort spel, een gokspelletje. Vanavond een carnavaleske avond met Ronnie Tober. Morgen is er weer een rustig gebeuren. Woensdag is de waterpal. Kortom, er is iedere avond voor ieder wat te doen. Voor alle vogels zou ik hartstikke willen zeggen van Bivers Plumage. Dit is dus een carnavaleske avond. En alles wat er gebeurt, wij weten van tevoren dat het nooit helemaal kan mislukken. Dat weten we, omdat het gewoon uitgekiend is. Hè? En ze kunnen er niet onderuit. Men komt, het zit gewoon helemaal in de formule gebakken. Luister, het nuttige aan het aangenaam combineren. Hè. S'morgens is het klimaat uitzonderlijk voor te sporten. Hè. Dat betekent dan eigenlijk veel kilometers lopen. En s'namiddags. Kinderen kunnen zich bezighouden, dus iedereen komt aan zijn trek een beetje. Vroeger waren de mensen meer met vakantie, hè, meer gezellig. En tegenwoordig, het zit, het neemt een consumptie en het zit voor zich uit te staren. Ze zeiden dus wel tegen ons van, joh, het is wel, je kan dan een hoop beleven, dat wel. Maar ja, goed, ik vind het echt tegenvallen, toch wel. Ja. Jezus, wat heb je nou weer? Sorry, wat is dat? Keskilia. Dit. With this ticket and 150 pesetas, entry and train including. Ja, but it's kadike. What if I don't want to? Nothing. Nothing. You. You don't have to pay anything to me. No, but it's in the door. Give them to somebody who wants. All right. Thank you very much. Okay. Tomorrow night. Maybe. Maybe not. Right. I think the last one. Ofwel, ik denk dat we hier nooit meer terugkomen. Denk ik dus ook niet. Jezus Christus, wat is dit een dorp? Nog steeds zijn dit Jan Ruijs en Tom Brom in Torremolinos. Ja! Deze kant, ik wil alleen maar slapen. Het valt niet mee om te slapen, zeg. Wat gebeurt er allemaal? Dame, bent u net zo eenzaam als ik? Zo te zien wel. Op dit moment praat Jan Ruijs tegen een dame die tegen een auto is aangeleund. Een dame die kennelijk op iemand wacht. Is dit nou het volle leven? Houdt er dan niemand van me? Ja, natuurlijk! Natuurlijk houdt er niemand van me! Wat Jan Ruijs op dit moment op heeft, is een fles rode wijn. Is dit nou toch?
Tormolino's het volle leven. Eenmaal een Grand Marnier en een zwarte koffie. Ben ik de enige hier die normaal is? Of is iedereen gek? We lopen op dit moment richting hotel. En waarom staan hier allemaal die hoge gebouwen? Nergens boven. En het is op dit moment, ik moet even op mijn horloge kijken, 13 minuten over 1 s'nachts. En overal alleen maar discotheken! Waarom heb ik hier 1000 gulden voor uitgegeven, Jezus? Het kan toch helemaal niet? Ik ben er allemaal stom te kijken op het terras. Hé? Toch? Het is toch niet wat de Volder beloofd heeft? De Volder beloofde me allerlei dingen en het lijkt er allemaal niet op. Het heeft er allemaal niks mee te maken. Echt niet. Brom, zeg nou zelf. Loop je daar met die cassette recorder of weet ik veel wat? Is dit het volle leven? Is dit nou het volle leven, Brom? Gedeeltelijk. Ja, wat is daar nou voor antwoord? Dame, bent u net zo eenzaam als ik ben? Dame. We komen op dit moment een dame tegen. Dame die niet meer omkijkt. Denkt, nou, die twee zijn dronken. Die dame is net zo... Die dame heeft dezelfde problemen als ik ben. Ik voel me redelijk nuchter op dit moment. Of een swingende Spanjaard. Jan, lopen we goed nu? Lopen we goed? Ik sta nog, daar ben ik blij om. En u ook? Of niet soms? Of niet soms? Hé, Jan, kom. Moet je matten, joh? Wel voor je kop kan je krijgen. Maar daar ben ik dus niet kinderachtig in. Denk er goed om. Als een ruis eenmaal boos is. Als ruis eenmaal boos is. En let erop als het wel al boos is hoor. Denk er goed aan. En let erop. En dit is de weg naar het hotel. Dit is de weg. Oh, sorry. Ik loop even verkeerd. Die ruis ben ik even kwijt. Ik zal je dus één ding vertellen, Brom. Ik heb hem weer. Ik zal je dus één ding vertellen, Brom. Dit hele Tormolino's is één grote zwendel. Ja? Er wordt van alles beloofd in de folder. Liefde, noem maar op. En wat komt er van terecht? Niets. Rien du tout. Aan de